Yo mensen, goed op de BNL met een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met mijn allereerste FIFA 19 video bij mij thuis. En wat niet Journey is. U vraagt je vast af, Koen, waar is de Journey en waarom staat het niet meer op je kanaal? Er zijn een paar redenen voor. Eén, er deden wel heel veel mensen Journey in Nederland. Waardoor echt het stond nergens op. Want de ene mensen keken hier, andere mensen keken daar. Ten tweede, ja, volgens mij duurt die echt tyfus lang. En moet je echt fucking veel in die potjes spelen. En ik vind die potjes zo saai, want ik kan gewoon niet singleplayer spelen. Ik kan het gewoon niet. Dus toen heb ik besloten, mensen, dit jaar geen Journey op DNP's kanaal meer. Je kan nog wel kijken bij Rob, bij Mark, bij Mattie ook nu. Dus je hebt nog genoeg andere keuzes om te kijken. Maar niet meer bij mij helaas. Doe toch een duimpje omhoog op deze video als je het leuk vindt. Want echt, dit team, mensen, fantastisch. Fantastic. Ik heb dus nu een team op Xbox, maar ik ga spelen op PlayStation. Dus ik heb maar voor 20 euro aan packs geopend op Xbox. Want ja, anders is zonde. Ja, ik ga toch verder niet spelen. Trouwens, ik krijg heel veel vragen van Koen, wanneer komt Ik Word Er Goed weer online. Er is nu een tijdje onderhoud. Het komt omdat er nog wat dingen geregeld moeten worden. En hopelijk is dat gelukt voor de FIFA 19 release. Ik hoop het echt fucking erg, maar het ligt niet in onze handen. Het kan. Ja, ik hoop gewoon fucking erg dat het aankomende maandag gelukt is. Maar ze niet, ja. Maar in ieder geval, hou vooral de site in de gaten als hij terug is. Iedereen blij is, iedereen happy is, iedereen gelukkig. Goed haar trouwens komt vandaag, uitstekend. Abonneer zeker op mijn kanaal als je het niet hebt gedaan. Kan hier beneden, laten we dan beginnen met het team. We hebben Joe Hart in de goal, yeah! Goeie keeper. Ik heb oprecht wel goede spelers in het team, maar geen zorgen. We hebben op rechtsback hebben we Cedric. Cedric, 1200 coins, tering duur, wel goede stats op zich. Hebben we Hoed, gewoon een hoed. Ja, gepakt, dus ja, daarom dacht ik stop met het team. Maar ja, Jurgensen, maar andere Jurgensen. 500 coins, ja, kan ook gereed van. EVD ging het echt fuck slecht. Terras Congolo, zou we lachen. Nederland! Zeg maar door zeg maar, dus hij voor mij gewoon de basic chemistry stel. Ja. Maar ik heb er wel gewoon 5 krachten bij. Dus op zich best net. Je krijgt dan echt best wel veel stats erbij. Kijk, als je dit zo ziet. Dan kan je gewoon echt zien waar die stats erbij krijgt. Is gewoon oprecht wel handig. Dan hebben we Lane Dembele. Maar ja, waarom de fuck zou ik Dembele kopen nu als ik nooit ga spelen in de account? Hij heeft trouwens 4 skills. Ik weet niet of hij dat vorig jaar ook had. Maar nu wel. Dus in ieder geval. Dat is wel nice. Trouwens, best raar. Hij was vroeger gewoon spits. En nu is hij gewoon echt center mid. En speelt hij echt best wel verdedigend. Dus dat hij vroeger gewoon spits was bij Willem II en AZ. Echt best wel grappig. Dan hebben we daarna Lemina. Deze gast oprecht goed. Echt prima speler. En ja, goede stats ook. Je ziet het. Ook als je naar stats kijkt. Fantastisch, ja, ja, ja. Voor de rest, als je allemaal instructies wil zien, moet je niet bij mij zijn. Maar ja, dat kan ik allemaal niet. Hebben we daarna Vidra. Was gewoon heel goedkoop. En een cam en hij had veel pace. Dus ik dacht, hij is vast goed. 3 skills maar. Ja, kan deze verder iets van. Ik heb echt geen flauw idee. Ik heb echt geen idee. Ik heb 1 potje met hem gespeeld en hij heeft wel gescoord. Dus echt topspeler. Dan hebben we Lane Sala. Hij is goed, maar niet heel goed. Ik zou hem dus niet kopen. Hij kost 200k of zo. Ik zou hem echt niet kopen. Dat vind ik echt zonde van je geld. Moet je gewoon niet doen. Slaat nergens op. Niet doen. Niet, doe het niet. Kap, stop, niet doen. Dan spits hebben we deze man. Oei, 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 deze gast speelt zo lekker. Ik heb maar 2 goals nog gemaakt. In 6 wedstrijden wel ook 4 assists. Zaha, ik heb hem gekocht 16k. Best wel duur, maar fuck, zieke speler. Echt love him. Love him. En op linksbuiten hebben we Rashford. Die heb ik gepakt in een SBC pack. Ziek nice. Is ook gewoon 16k waard of zo. Echt fucking nice. Oké, hij was gisteren 16k en nu 25. What the fuck, die prijzen gaan echt door het dak heen. What the fuck, hoe ben jij dan? Ik heb jou voor 16 gekocht. Oké, ja, nu ben je 18 of zo. Maar Rashford wel, zieker omhoog gaan. 1 wedstrijd gespeeld, 0 goals, 0 assists. Echt kut spelen. Oké, okay, ja, kan ik eigenlijk niet echt zeggen. Mensen, we gaan de Division Rivals in. Hoe ik ga tot nu toe? Ja, ik heb geen idee. Ik begrijp ook nog niet helemaal hoe het werkt, maar ik moet nog even iets om mijn huidige om een rang omhoog te gaan. Ik heb als 65 punten van de 2000. Ik heb een potje gewonnen. What the fuck? Je moet je 13, 15 potjes winnen voor zodat je erdoor mag? Wat is dat nou voor onzin? Dat is nog niet echt zo. Je moet nog niet 15 potjes winnen voordat je de weekend niet in mag. Kom op, hé. Oké, let's go. We hebben een goede kit. Goede kit van Tigres. El Tigres, fuck out hoor. Ah, kut team. Ah, easy win voor deze man. Easy win voor deze man. Ik ga je even laten zien hoe het werkt. Mensen, ik heb oprecht fucking veel zin in de weekend league weer te spelen, oprecht. En ik heb ook fucking veel zin dat hij op PlayStation uitkomt. Dan ga ik toch een partijtje packs openen, jongen. Trouwens mensen, wat zou je ervan vinden als ik ga livestreamen de eerste dag dat Fut uitkomt op de PlayStation en dan gewoon legit, ik denk 50.000 via points ga openen. Lijken jullie dat leuk? Of denken jullie van, nah, maak maar gewoon een video van, vind ik leuk. Ik doe nu een polletje in beeld. Ik moet livestreamen dat ik een video van moet maken. Ik denk als ik ga livestreamen dat natuurlijk heel veel van jullie zijn zelf ook natuurlijk aan het spelen. Rashford, goed. Rabona. Oh, jammer. Ik wilde voor de omhaal gaan. Maar ja, het kwam er niet van zoals je zag. En ik speel het nu al een tijdje en mensen echt, I love this game. Echt oprecht. Ik vind online spelen gewoon oprecht weer leuk. Kijk hoe ik hier doorheen wandel. Echt heerlijk. En ik schiet en dan is het gewoon weer een kutschot. Dan denk je van, hoe fuck kan dat? Ik ga mijn controller door het raam gooien. En het gaat ook zeker gebeuren dit jaar. Maar dat is voor mij geen slecht teken. Het feit dat ik rage om een game betekent dat ik er gewoon mee bezig ben. Klote kutspel! Maar het betekent wel dat ik gewoon erin kan inleven. Dus FIFA 18 had ik dat totaal niet. FIFA 18 boeide me echt geen reden. Het was van, oké, nou ja, saai. Dus ook hier heb ik het echt weer. Ik verloor mijn tweede potje en ik was gewoon echt weer boos. En dat moet ik gewoon hebben. Ik moet gewoon het spel kut vinden. Maar niet op een manier dat het saai is. Maar gewoon kut omdat het gewoon dingen niet kloppen. Dat vind ik gewoon leuk. Net als met dat je elke corner nu met een omhaal kan scoren. Dat is toch fucking geniaal? Dat is toch 10 keer leuker dan dat alle corners overgaan. Dat elke corner weggekopt wordt en dat je een goal tegen krijgt uit je corner. Kijk, dat vind ik kut. Ik heb legit op het hele capture event ook geen corner counter gehad. Tegen dan. Vorige week eigenlijk niet. Maar ja, dan zou ik ook niet over klagen als ik het voor zou hebben. Maar ik heb het tegen niet gehad in ieder geval. Ik moet zeggen, dit spel nodigt ook gewoon uit om gewoon leuker te spelen dan het saaie speel. Maar ja,
Er zullen wel weer een paar e-sports komen die daar helemaal verandering gaan brengen. En waarschijnlijk is dan de Weekend League nog geen reet aan. Maar maakt op zich geen reet uit. Ik hoop gewoon dat er wel een soort vibe komt dat mensen gewoon FIFA 19 blijven spelen. Want dat lijkt mij wel lachen persoonlijk. Oh, jammer. Probeer het weer te mooi te doen. Oh, nee, kom ik niet tussen. Ik dacht, misschien als ik een beetje door en kom ik er tussen. Maar nee. Kijk, mensen één geen nadeel dus. Nou, eigenlijk geen nadeel. Want op het moment dat ik dit opneem, dan ga ik naar huis toe. Ik ben thuis, maar dan ga ik naar mijn ouders toe. En dan kan ik toch geen nieuwe Xbox spelen. Alhoewel, ik heb er ook een Xbox trouwens, denk ik nu. Lekker geren. Maar in ieder geval, dat kan ik toch niet opnemen. Dus, dat maakt op zich geen reet. Nee, goed zo. Oh, nee. Nee, nee. Goed zo, keep. Dat maakt geen reet uit, want ik heb natuurlijk straks Dembele en Salah waar ik niet mee kan spelen, omdat hun leencontracten zijn afgelopen. Maar ja, maar maandag, of dinsdag komt de game, hè. Dinsdag komt de game uit. Dus dan kan ik op PlayStation, kan ik packs openen, joh. Yes! Packs openen, let's go. Let's go. Ja, yeah, let's go. Ah, buitenspel, lekker voor je. Hoor je trouwens mijn renknopje? Is het een soort... Ik weet niet of ik het kut vind klinken of lekker. Daar gaat hij. Zaha, Zaha. Goed, koppen. Oh. Die cam is echt slecht, hè. Die cam die ik heb, die kan er dus echt niet typisch van. Oprecht niet. Die is dus echt matig. Klote, klote, klote. Keepertje. Lekker keepertje. Oké, het staat 0-0 bij rust. Dat moet ik wel zeggen, er wordt wel echt weinig gescoord. Dat is wel waar hoor, in al mijn potjes. Ik had één potje 4-2, maar voor de rest echt weinig gescoord in mijn potjes. Is niet erg, maar ja, gewoon een dingetje wat me opvalt. Doelpaal! Kloten. Dat is wel een goed schot van mijn cam. Kan hij dus toch wel. Zul je afvragen, Koen, is dit het startteam wat je zou aanraden? Tuurlijk niet. Maar ja, dat komt helemaal wel als ik op PlayStation speel. Nu, tweede paal. Oh, wat een ongekende kutbal. Waarom ging Rashford er niet op af? Die had hem omheen kunnen pakken, denk ik. Ik moet hem winnen. Ik moet hem winnen voor mijn division rival gebeuren. I need to win this. Kom op. Scheids, penalty. Was er binnen? Lekker. Heerlijk. Let's go. Lekker, zeg Gerard. Yes. Damn, it feels good to be a gangster. Rashford, kom maar. Rechts. Rechts. Klote tering. Meen je toch niet dit? Oh, kom binnen dan, Salah, jongen. Dit is jammer. Die baal ik van. Oh, nee. Nee. Dat is mijn zoet toch niet. Dat is mijn zoet toch niet. Goed, Congolo. Kop hem. Oh, schiet. Schiet. Oh, dit meen je toch niet. Maar dit is de saaiste 0-0 aller tijden. Kijk, mensen, ik zou dus graag dan normaal gesproken nog een potje voor jullie spelen. Want dat is natuurlijk leuk. Maar ja, ik heb leenspelers. Dus dat kan niet. Het kan nog, het kan nog. Het kan nog, het kan nog. Iedereen zegt ook tegen mij, je moet geen 4D-tjes gebruiken. Echt slecht. Nou, tell that to your mom. Yes, let's go. 1-0, 91ste minuut. Salah, yes. Yes, alle van die division rival puntjes, mensen. Lekker, lekker. Goeie goal, Salah. Laat hij toch weer zien. Heerlijk. Mensen, easy win. Let's go. Ik ben wel benieuwd hoeveel puntjes ik krijg. Ik vraag me af, hoe worden die punten gegenereerd? Deze tegenstander was niet slecht op zich. How does it work? Fut Champions, 65 punten had ik. Weer 5. Kijk maar, 65 punten. Ga je moet tering lang spelen om te promoveren. Wat is dit, gast? Weekse beloningen. Oh, dit is wel nice. Ik kan dus kiezen. Divisies. Aha, en 1600, 1900. Ah, je gaat op die punten. Ik heb nu 1373 punten. En ik kan, als ik zo blijf, kan ik kiezen uit de prijzen. 2 jumbo goud. Yo, tering. Goeie ziek, goede prijzen. 1 megapakket. 32.000 munten. Holy fuck. Dat is ziek. Lekker zeg. Wat zul je zelf nog kiezen? De eerste woord krijg je 58.000 punten. Dat is wel lekker. Oké, mensen, ik vind het wel een leuk systeem. Maar ja, ik ga toch nog een PlayStation spelen. Dus voor mij boeit het op zich nog eigenlijk geen reet. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vond je het leuk? Vergeet zeker niet te liken. Wil je niet geabonneerd op mijn kanaal? Kan het hier beneden. Wil je nog meer van mij zien? Kan het hier of hier. Wil je mij abonneren? Kan ook klik hier. Klik hier, klik op dat dingetje. Dan hoop ik je weer te zien met de volgende video. Mensen, ik hoop je deze video leuk vonden. Ik vind je like, video, abonneer de volgende keer. En ik zeg doei. Later.